Maartje! Allee, hij komt. Allee. Sneller! Mama! Oh, 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 oh. Hallo Sven! Hoi! Dag Sven! Onmiddellijk zat dat heel goed en je voelde dat dat een vriendschap was die tot de dag van vandaag nog altijd stand houdt. Ja, Sven en ik, we hebben een hele speciale band, omdat misschien weet niet iedereen dat, maar wij hebben samen de dood voor ogen gezien. En zoiets, ja, dat raakt een mens natuurlijk. Hè. Sven is altijd door de jaren heen een gewone jongen gebleven en ja, die kun je ook gewoon aanspreken. Sven, bedankt voor al die mooie momenten die dat je bij ons in ons gezin hebt bezorgd. Elke zondag zaten wij, als we in België waren, aan tv om te supporteren. Uiteraard de hele belangrijke wedstrijden, die zie ik wel op televisie. Maar het is vooral, en dat moeten mensen vandaag ook onthouden, een hele, hele, hele toffe vent. Veel succes met Thibaut zijn carrière en met jouw nieuwe carrière. En we zien je nog wel, tot binnenkort. Wij keken altijd samen naar de cross. Ja, eigenlijk vooral naar Sven, toch? Eigenlijk alleen maar naar Sven. Ja, ja. Zo'n knappe en sportieve man. Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk kunnen we er dit weekend niet bij zijn, want we moeten optreden in Amsterdam. Stomme. Maar weet dat je wel altijd welkom bent en 160 kilometer voor jou, dat moet wel lukken op een uurtje, hè? Ja. Nou, tot zo. Tot zo. Bye.